Goedemorgen allemaal, welkom in deze nieuwe video van Polestar. Een hele goede morgen. We zijn vandaag maandag. Maandag de 18e, de dag dat de warmste week begint. De warmste week bedoel ik niet de warmste week met temperaturen, maar ik bedoel de warmste week van ons studiepresso. Het is. Dat is wel heel cool. Dus zometeen komt Jo. De begeleiding. En dan gaan wij naar de winkel. En ik neem u lekker gewoon mee naar de winkel. Dus kijk maar lekker met ons mee. Zo, helemaal aangekleed. Mijn broek en al. Helemaal aangekleed. Nu nog de sokken. En, maar die liggen beneden, dus kunnen wij naar beneden gaan. Ja, het is ook zo heel donker. Dat is niet omdat het zo vroeg is, maar het is omdat het gewoon tegenwoordig een donkere dag is. En af en toe de zon schiet, dan moet je blij zijn. Het is toch niet, het is toch niet zo wat donkerder is. En ik denk dat het vandaag weer een donkere dag zal worden. Daarmee. Muffin is ook al wakker. Die zit hier. Eigen te wassen en te doen. Muffin. Een goeiemorgen, zegt. Een goeiemorgen, ja, ze was een beetje geschrokken, hè. Dat is al beneden, hè. Daar zit geen gewoon, hè. Goeiemorgen, mijn vriend. Dus we zitten nu in de auto en we gaan eerst naar shoppen en dan gaan we naar de Aldi. Het is hier super druk, het is echt heel druk. Mensen gaan massaal shoppen, denk ik. Dus hij is een parkeerplaats aan het zoeken en... Nou, ze heeft wel gevraagd aan mij om al naar binnen te gaan. Want ik kom niet gewoon geld afhalen, omdat dat makkelijker is. Dus het is hier echt super pokkendruk. Niet normaal. Ik kan het eigenlijk niet geloven, zo druk is het hier. Dus het is ook overal bijna verzet. Dus ga ik al naar binnen. En dat is wel gemakkelijk. Dus binnen mogen we niet filmen, maar op weg naar binnen wel. Dus dat mag wel. Dus dan doen we dat maar. En dan gaan we naar de Aldi. Ik zeg het, er komt echt heel veel mensen af. Dus, en hier zijn we dan aan het shopping. Mensen die zich afvragen hoe we zijn. Dus ja, we zijn nu aan het shopping. Maar we gaan dus naar binnen. En dan zien we elkaar straks weer terug. Zo, nu kunnen we naar de Aldi. Dat hebben we gedaan. Het was echt druk. Gelukkig niet aan de automaten, maar het was heel druk. We zijn ondertussen al een paar keer herkend geweest. Maar kom, dat hoort erbij. Ik heb liefst als mij aanspreken als achteraf zeggen van, ik heb u gezien. Nu naar de Aldi. We zijn binnen, de Aldi, en dan gaan we eens kijken wat we allemaal moeten hebben. Dus dit hebben we al de eieren, dus ook de boter moeten we hebben, en de andere boter. Die komt nog niet van de morgen ook. Dus, dat moeten we ook hebben. Dus we zijn nu verder aan het kijken wat we moeten hebben. We moeten een lasagne hebben. Ja, een beetje zo, is dat niet? Ja, we moeten zo gaan. De lasagne. Dat is meestal de laatste omdat we nog veel dingen moeten gaan halen en dan is die al warm tegen dat we er zijn. En kalkoen moeten we ook hebben. Kalkoen. Ja, het is een feestbinuit, het is bijna koud, dus dan eten we kalkoen. Preparaat, anders ook, maar het is al lang geleden, dus eten we nu kalkoen. Dat is wel verder. Kaas en ketten. Ik allemaal lekkere dingen zo. Allemaal die lekkere dingetjes. IJs, 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 allemaal IJs. Bloemkool, ja ook. Bloemkool is standaard. Waar is de kaasraketten? Kijk, kaasraketten. Er is nu toch iemand in de winkel, dus. Oh, allemaal lekkere dingen. Ik denk dat hij daar allemaal mee kan klingen. Ik zie hier niet liggen.
zo de dingen. Kaasraketten, ja, die moest ik hebben. Dus feest, hè. Ja. Ondertussen hebben we dit al genomen. Kalkoen moeten we nog hebben. Hij komt eraan, de kalkoen. De kalkoen is dat, hè. Ik sta nu aan de kassa te wachten. Ik moet nog komen, die mevrouw. Dus, mijn hulp is even om de mascarpone te gaan, dat we speculaas daar dus kunnen maken. En dat is wel lekker. Dus dat gaan we sowieso maken binnenkort. Dus staan we hier op een kleine kassa dat nog niet open is. Ik heb niet goed. Dus dat was gewoon, die komt er aan. Dus, is dat het mascarpone? Ja. Kijk, deze is het mascarpone. Die we moesten hebben. Zo, even wachten. We gaan nu naar de GB. En daar gaan we dus ook nog een aantal dingen halen voor de kerst. U pakt de verkeerde deur. Dus wij gaan naar binnen. Voilà. Wij zijn naar binnen aan het gaan. Zo, en dan gaan we eens kijken wat we moeten hebben. Hier. Deze hebben we ook nodig. Voor tiramisu, anders gaan we niet werken. Is goed, appelmoes. Zonder stukjes. En niet van de Carrefour zelf, hè. Dus nu gaan we naar de beenhouwer, dan gaan we twee hamburgers kopen. En dan zijn we klaar. Want het is alles een beetje droog, maar we gaan twee hamburgers halen. Nu is het wel. Alsjeblieft, wil je voor twee gewone hamburgers, alsjeblieft. Twee? Ja. Tegen de muur, die heeft een beetje van duur. Ja. Zo, we hebben het gehaald. Nu moeten we nog oversteken. Veilig heb overgestoken, dan kunnen we naar de auto gaan. Dat is vanavond. Vanavond eten we dit. Dus we zullen eens laten auto gaan. Wordt al gestart en al, hè. Dus, we zijn nu aan het eten. We zijn lasagne aan het eten. En dat smaakt. Smakelijk, iedereen. Dus we zijn op stap naar de school. We gaan nu vrijwilligerswerk gaan doen. En we moeten een klein stukje wandelen. Het is niet zo heel ver, maar we moeten toch een klein stukje wandelen. Dus we zijn, dan gaan we naar de school. Het is berenkoud. Normaal, we gaan eens naar binnen. Zeg. En naar binnen, kan je naar binnen. Moeten zij doen. Dus tot ziens, iedereen ben gearriveerd. Hopen konden jullie dit een leuke video. Dan zeker een duim omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren. Tot ziens!